Welkom allemaal. De officiële opening die gaat gebeuren door Welbions en de gemeente. Ook al wonen we hier nu een jaar, we willen toch dit ook aangrijpen om zeg maar, ons terrein nu officieel te openen. Ja, kan die helemaal? Ja, nee, kan. Nou, we hebben een hele mooie nieuwe buurt en een mooie uitbreiding van Veldwijk Zuid. Daar zijn we heel blij mee. Zo. Nou, vader, welkom bij de open dag van Tiny House Hengelo. We staan hier aan het terrein van de Seringstraat. En wij zijn hier sinds afgelopen juli zijn we hier neergestreken. En we staan hier met 11 huisjes. En vandaag is eigenlijk de officiële open dag om kennis te laten maken met de buurt. En op die manier hebben we net de officiële opening gehad door Welbions in de gemeente. Nou, we zijn hier dan op het grote veld. Op dit moment staan hier 6 huisjes. Er komen er nog 3 bij. Dus hier komen uiteindelijk 9 huisjes staan. De meeste van deze huisjes zijn afkomstig van het brouwerijterrein. Eén vrij nieuwe die is nog druk aan het bouwen. Daarnaast komen we straks op het andere veld staan de andere 5 huisjes. En we zijn onderdeel van eigenlijk de corporatie. Dat is een verplichting. Dus iedereen die hier staat, draagt iets bij en is er onderdeel van. Nou, we zijn hier bij het huisje van Wout. En zoals je ziet... hebben we aardig wat publiek. Dus Wout staat mooi in de belangstelling. Dus we gaan even kijken of we bij hem naar binnen mogen kijken. Hallo! Ja, hoi. Ja, Wout is eigenlijk een van onze nieuwe bewoners. Dus Wout heeft nog niet op het brouwerijterrein gewoond. Sinds vorig jaar zomer is Wout aangesloten bij ons. Hij had zijn huisje al klaar, stond op de Waarbeek. En uiteindelijk kon hij hier zich aansluiten op het nieuwe terrein bij ons. Dit is de biodiverse haag, helemaal om dit terrein heen. En dan hebben we hier allemaal fruitgilders. We hopen dat daar een hoop vogels op afkomen als de bessen rijp zijn. En vogels en andere insecten die er kunnen groeien. Want wij houden wel van een zeer vogelrijk en insectenrijk gebied. Dit is zo'n fruitgilder waar we het net over hadden. En hier kun je iets beter de farm zien. Dit is een van de 25 fruitgilders op het terrein. Hier groeit bijvoorbeeld een wilg. En die zal waarschijnlijk sneller groeien dan de... Ik geloof dat dit een mispel? Een appel is. Dus als die wilg de appel begint te verdrukken... En daar staat ook nog een wilde kers. Dan gaan we de stukken eraf halen en die laten we gewoon vallen. En die worden weer opgegeten door het bodemleven. En zo, en we zouden er nu ook nog rabarber en andere planten tussen kunnen planten, nu de boompjes nog klein zijn. Andere vaste groentes en planten. We hebben al op de brouwerij gewoond, dat was 4-5 jaar lang in totaal. En nu wonen wij hier een jaartje. Ik zal het huisje laten zien. Nou, we hebben vandaag open dag, dus er zijn meer mensen in ons huisje. Ons oude huisje liep tot hier. En dit is 12,5 vierkante meter. En dit was dan het huisje, eigenlijk alles boven de slaap. Nou, de keuken zie je al. De wasmachine was er nog niet. Hier is de badkamer met wc en douche. En nou ja, goed, het was ons iets te klein, dus we hebben wat groter gebouwd. Nou, hier zie je onze woonkamer nu. Met mooi raampartij. De raampartij heeft trouwens de maatvoering geweest voor ons huisje. En dit is onze slaapkamer. Nou, kom er maar in, kun je het mooi bekijken. Dit is nog niet klaar, dat komt allemaal nog. Maar wij zijn super blij met deze plek. Ja. Nou, mijn vrouw die schildert, dus dan krijg je dit. En dat doet ze hartstikke leuk. Ja, ja goed, als je... Nou, dit is ons uitzicht. Nou, geweldig toch? Wie wil dat niet? Laten we eerlijk zijn. We hebben hier een deur
die mooi open kan. Dus dan, nou, dan maar even doen dan. Zo. En dan krijg je dit. Nou, wie wil dat nou niet? In een tiny house, hè? Ja. Wij zijn er heel blij mee en gelukkig mee. Nou, we staan hier eigenlijk aan de rechterkant van het tiny house terrein. Op dit veld staan op dit moment 5 huisjes. Oorspronkelijke idee was eigenlijk dat hier alle 14 huisjes op dit terrein zouden komen. Alleen door bezwaren vanuit de buurt zijn we eigenlijk in gesprek gegaan en heeft de gemeente gesprekken gevoerd. En hebben we eigenlijk een compromis gesloten door een oplossing te zoeken. En die oplossing is dat de 5 huisjes aan deze kant staan en 9 huisjes op het grote strand waar we net waren. Dat is eigenlijk beschikbaar gesteld door de gemeente. Op die manier hebben we een mooie oplossing gecreëerd. Hallo. Hey, goedemiddag. Hi. Kom, hoi. Verder. Kom even kijken. Ik ga naar buiten. Welkom in mijn huisje. Van oudsher is het eigenlijk een koffiebar. Dus ik kocht het als 2 containers die als een koffiebar stonden in Eindhoven. En dit heb ik helemaal omgebouwd naar mijn tiny house. Dus heel klein, maar uiteindelijk door het heel veel licht krijg je een heel ruimtelijk gevoel. Nou, bedankt voor het meekijken. En als jullie geïnteresseerd zijn, kom eens een keer langs. In ons infobord hangt een stukje informatie over ons terrein. En ook er staat een naam in en een telefoonnummer van Wim. Die uiteraard graag heeft te woord staan als jullie een keer zijn. Thank you.